Hoi allemaal, welkom allemaal weer bij een nieuwe video. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik een video heb opgenomen, dus ik dacht laat ik dus YouTube stilte eens doorbreken en verder gaan met ook af en toe een video maken. Ik ben vandaag naar een John Berends event geweest, Diva Styling Event. Diva is een vrij nieuw merk en ze hebben allemaal dingen voor je haar, allemaal styling tools. En ze zijn nog maar net gelaunched en ze zijn echt al razend populair. Ze hebben echt in iedere budgetklasse hebben ze eigenlijk wel een steltang, een krultang en nog zoveel meer. Feuns, haarborstels die warm worden. Echt bedenk het en het is er. Ik zal hieronder in de beschrijving de link zetten zodat jullie ook hun styling tools kunnen vinden op John Berends en kunnen bestellen als jullie willen. Vandaag laat ik jullie de goodie bag zien die ik heb gekregen op dit event. We mochten allemaal een styling tool uitzoeken wat echt super gaaf was. Ik ben gegaan voor een steltang omdat ik toch nog geen echt goede steltang thuis heb. En ik was heel erg benieuwd naar deze steltang omdat die heel goed bleek te zijn. Ik had eventjes gekeken in de reviews op de John Berends webpagina. En daar zag ik dat er echt allemaal positieve reacties waren. En dat mensen het heel fijn vonden om deze steltang te gebruiken. Dus ik dacht, let's try it. Oké, dit is de goodie bag die we hebben gekregen. Hij is best wel groot. Ik heb nog niet gekeken wat erin zit. Behalve dat ik dus weet dat die steltang erin zit. En die ga ik jullie nu als eerst laten zien. Want ik ben echt heel excited. Oké, dus dit is de steltang die ik heb gekregen vandaag. Ik moet even uitkijken met het licht. Het is de Genesis steltang. En ja, hij is gewoon echt heel erg mooi en heel erg heet. Hij kan 230 graden aan. Maar er zit dus blijkbaar ook een laag over dit deel. Iedere styling tool van Diva heeft een andere kleurplaat die je over je haar houdt. Oh ja, deze heeft een mix van drie verschillende olies. De macadamia oil, de argan oil en keratine. En dat is echt super goed voor je haar. Ik heb hier het overzicht gekregen met dus verschillende steltangen die ze hebben van Diva. En ook zeg maar dat je er zulke krullen mee kunt maken en zulke krullen mee kunt maken. Wat echt super gaaf is. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar in ieder geval, dit is dus de steltang. Ik ga hier nog even foto's van maken en dat zal ik in de beschrijving laten zien. En ik ga ook nog een hair tutorial hiermee doen voor verschillende hairstyles. Dat leek me wel heel erg leuk. Oh, je ziet een raar geluid op de achtergrond horen. Dat zijn mijn buren. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Een of ander feestje aan het bouwen. Ja. Ik wil hier nog even wat betere foto's van maken. Dus ik ga hem er nu nog niet helemaal uithalen. Als je op mijn blog leest nu, dan kun je de foto's dus al zien als je gewoon even naar beneden scrolt. En als je nu op YouTube kijkt, klik dan even door naar de blogpost en dan kun je meer foto's zien van wat er precies is. Gaan we nu verder met de goodie bag. Oh ja, we kregen nog, nou ja, vlak voordat ik wegging, kregen we nog een tasje. We hadden in het begin een hele lekkere smoothie gekregen. Of een sapje, ik weet niet hoe ze het noemen, maar... Hier is dus nog wat informatie van sapvers. En dit is dus eigenlijk gewoon zo'n sapkuur dat je zeg maar... voor verschillende dingen, dat je gewoon gezond bent. Dat kun je dan een paar dagen doen of een week. Oeh, er zit best wel veel in. Nice. Oké, allereerst zit er een Diva Professional Styling haarborstel mee met spiegeltje voor onderweg. Super handig. Voor in het vliegtuig of op reis. Ik ga binnenkort naar Londen, dus dan komt het zeker van pas. Er waren dus ook nog een hoop merken waar ze kort even iets over hebben uitgelegd op dit event. Die stonden gewoon in de John Berends haarstudio. Er komen overigens ook een hoop BN'ers in die haarstudio voor hair extensions of iets anders. Het is heel makkelijk, je kunt gewoon voor de deur parkeren en het is helemaal gratis. Dus dat is helemaal top. Ik had ook even nog... Wow. Dit is van Rich. Het ziet er allemaal heel leuk uit. Het staat hier, staat Make It Rich, de top 3 bestsellers. Er zit dus een Pure Luxury Intense Moisture Shampoo in. Een Argan Oil, wat echt super fijn is altijd. En een conditioner. Dus helemaal nice. Ik ben heel erg benieuwd. Als jullie, ik ga sowieso een aantal dingen reviewen. Maar als jullie van iets nog een review willen. Of als jullie denken van, nou hier wil ik echt sowieso een review van zien. Laat het me even weten in de reacties. Dan maak ik er een review van. Het volgende is een etui. En het is een hele mooie basic zwarte
etui in een vierkantige vorm. Er zit dus, dit is wel grappig. Er zit zeg maar, de rit zit niet in het midden bovenop of zo, maar er zit echt precies zeg maar langs zo'n richel van die hoek. Dus het is eigenlijk ook weer zo'n etui of zo. Maar ik vind hem wel leuk. En hier kun je dus ook styling tools of zo in doen nog. Of make-up of iets. En dan helemaal top. Weer informatie van Janssen. Oh ja, we hadden hier een scrub van geprobeerd. Ik ruik het niet heel goed meer. Maar het is dus zeg maar een hele subtiele geur. Wat echt super fijn is. Dat je niet zeg maar je geurtje gaat overheersen met je scrub. En daarnaast werden je handen daar echt zo zacht van. Dus Janssen, ik ben er al helemaal blij van. Het product dat we hebben meegekregen van Janssen is een verzorgende handcreme. In brown 51. Oeh, ruikt ook lekker. Oeh, die ruikt best wel... Ik vind het echt chill. Want het ruikt echt heel subtiel. Maar eigenlijk gewoon precies goed, weet je. En niet zo'n hele overheersende geur, maar wel gewoon lekker. Oké, en dan de laatste dingen die hierin zitten, dat zijn er twee. En de eerste is de Watercloud Strong Hairspray, Strong Hold and Volume for All Hair Types. Het is altijd een handig hairspray. Je weet maar nooit, of als je een keer je haar opsteekt voor een feestje of een gala of iets, dan is het gewoon handig als het blijft zitten, dus hairspray. Check. En het laatste uit de goodie bag is de Watercloud Repair Hair Mask. Ze zeggen dat Watercloud een heel goed merk is, omdat het een hele goede prijs-kwaliteit verhouding heeft. Het is niet al te duur. Ik heb hier zelf ooit ook iets van geprobeerd van dit merk. Dat had ik ook met de John Berens persdag een keer gekregen. En dat werkte echt heel erg goed. Dus ik ben benieuwd. En dat was het voor deze goodie bag. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik ben van plan weer meer video's te gaan maken. Dus als jullie iets willen zien, laat het even weten in de reacties. Wie weet maak ik er een video over. Er komt dus sowieso nog een soort van haar tutorial aan over deze steltang. En wat voor haarstijlen jullie ermee kunt creëren. Ik hoop dat jullie dit dus een leuke video vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Adios. Adieu. 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 Adieu.